Eigenlijk was het een uit de hand gelopen hobby. Vroeger, mijn eerste wagen, heb ik zelf een beetje special paint opgeplaatst, maar dat was niet echt zoals het hoorde. En daarna met specialisten in contact gekomen en van dan is die hobby uitgelopen naar een passie. En naar nu geldt het eigenlijk vooral als uitstraling naar ons, van ons bedrijf. Al de voertuigen zijn in onze kleuren gespoten, dus dat zijn in metallic kleuren allemaal. Wordt in ons huis gedaan, wordt bij ons gedaan allemaal. Eigenlijk, sommige zijn echt special paint met speciale schilderingen erop en andere zijn gewoon striping. Je moet tellen voor die kostprijs van zo'n complete schildering met uitrusting, met de verstralers en de ganse uitrusting tussen de 15.000 en de 17.000 euro. Ik ben altijd fan geweest van mooie vrachtwagens, dat heeft me altijd aangesproken. En dan doorheen de jaren daar ook veel meer inspraak in gekregen. Nu ben ik het die beslist hoe de vrachtwagens gespoten worden, hoe ze opgebouwd worden. Dus dat is wel altijd vrij belangrijk geweest en als kind ben ik daar ook altijd heel veel mee bezig geweest. Je moet iets anders hebben dan iemand anders, vinden wij. En dan proberen we dat zo te doen, maar je pikt wel altijd kleine ideetjes. We gaan vaak naar truckshows, daar pik je dan kleine ideetjes van anderen. En dat vorm je dan samen tot mooi één geheel. Ik rijd dagelijks zelf nog met de vrachtwagen, maar naast dat ben ik ook een beetje een allrounder. We kijken alles samen met mijn vader. Als er aankopen gebeuren, wordt dat altijd samen besproken. Ik werk een beetje mee in de garage. Ik werk mee in het magazijn wanneer het nodig is, dus een beetje een manager van alles. Meestal de planning duurt tot 7 uur, 8 uur 's avonds. En dan is het nog niet gedaan, dan gaan we naar huis, eten we samen. En daar wordt dan nog het besproken. Als we elkaar in de dag niet gezien hebben, bespreken we daar nog hoe de dag is verlopen. Wat er gebeurd is, wat er gaande is, wat er moet gebeuren, wordt dan thuis besproken. We zouden graag uitbreiden in bepaalde nichemarkten, zoals kraanwerk en uitzonderlijk vervoer. En daar zijn we nu op aan het werken, tezamen met een scanningssysteem voor de distributiegoederen kunnen online op te volgen. Uiteindelijk, dat is geen vader-zoon, want het is meer een samenwerking ondertussen. We zitten nu ook al 2 jaar tussen en we doen alles tezamen. Beslissingen doe ik niet meer alleen, doen we ook tezamen. Eigenlijk kiezen we niet voor MAN, maar kiezen we voor Garage Wouters. Dat zijn mensen waar je kunt opbouwen. We hebben een band mee van meer dan 30 jaar ondertussen. En die mensen kun je bellen wanneer je wilt, voor eender wat probleem. En we zoeken een oplossing tezamen. En dat is meer waard dan een merk of een iets anders.